Mijn naam is Evie Rijmakers en super tof dat jullie kijken naar deze nieuwe video op dit kanaal. In deze video laat ik jullie vandaag zien hoe je zelf een YouTube counter kunt maken. En dit is een hele bijzondere counter, want deze gaan wij maken van een fotolijstje. Nou, heb je er zin in? Dus zoveel mogelijk duimpjes omhoog en dan gaan wij gelijk beginnen met deze video. Ja, in deze video laat ik zien hoe ik van dit fotolijstje een YouTube counter kan gaan maken. Nou, wat heb je daarvoor nodig? Natuurlijk als eerste een fotolijstje. Ik heb even zwart geverfd, maar je mag natuurlijk zelf kiezen welke kleur je wil. Je hebt vervolgens een display nodig. Dit is een 7 segment display. Een linkje was uit in de beschrijving. Je hebt een ESP8266 nodig. Ook linkje was uit in de beschrijving. En ik gebruik ook nog een LED strip. Nou, deze hoef je niet te gebruiken, maar ik vind het gewoon leuk om te gebruiken. Dus die kun je gaan gebruiken. En ik heb nog een afdek kapje nodig en dat is gemaakt van plexiglas. Deze kun je gewoon kopen in de winkel of je kunt hem zelf maken van een emmer bijvoorbeeld, een stukje uitsnijden, mag je zelf weten. Deze is trouwens ook optioneel. Nou, wat gaan we als eerste doen? We gaan zo meteen als eerste op de computer even een design maken, gaan we uitprinten en gaan we hier achter het glas zetten. Vervolgens doen we het plexiglasplaatje er overheen leggen en op het plexiglasplaatje doen we met een lijmpistool hier het display op vastmaken. Nou, waarom doe ik het niet gelijk op het glas? Nou, ik vind het display er zo een beetje niet mooi uitzien. En ik vind als je hem hier achter doet, dan vind ik hem een stuk mooier uitzien. Dus dan zie je hem eigenlijk niet alleen als de letters gaan oplichten. Dat is gewoon voor de mooiheid. Vervolgens doen we de ESP bovenop zetten en die zal alles gaan aansturen. Nou, zoals jullie kunnen zien heb ik zowel bij de ESP als bij het display alvast een hele stop vastgesoldeerd. En als je even niet weet hoe je het beste kunt gaan solderen, klik even op de infocard. Daar kun je meer informatie vinden over hoe dat jij dit kunt gaan vastsolderen. Maar wat we vervolgens kunnen eerst in het programma opzetten, want nu is het nog leeg. Dus ik zou zeggen, we gaan naar de computer en zie ik jullie zo meteen. Ja, we zijn nu aangekomen bij de computer en het is nu tijd om een programma te maken en te schrijven richting onze ESP. Nou, ik heb daarvoor al een vaste programma gemaakt en die kunnen jullie onderaan de videobeschrijving ook downloaden. En dat is dit programma. Nou, wat staat er? Als eerste gaan we een aantal libraries includen. Dat gaan we zo meteen doen. Vervolgens geven we aan op welke pinnen we alles aansluiten. Nou, we gebruiken de D4. De D3, de D2, natuurlijk ook de ground en ook de 3 volt. En heb je nou even geen idee hoe dat je display precies moet gaan aansluiten? Klik dan even in de videobeschrijving, want daar zal ik een linkje zetten naar een video waarin ik het je stap voor stap uitleg. Nou, vervolgens geef je onderaan de kleur van de lamp aan. Oh, ik zie een typfoutje staan, dat moet natuurlijk LED zijn. Vervolgens geef je wat extra variabelen aan. En die onderaan moeten we eigenlijk gaan beginnen. Want er zijn een aantal gegevens die jullie zelf moeten gaan toevoegen, die kan ik voor jullie niet toevoegen. Als eerste ga je de naam van je wifi opgeven. En dit kan de wifi zijn van je huis, maar het kan bijvoorbeeld de wifi zijn, een hotspot die je met je telefoon aanmaakt. Dat kan natuurlijk ook. Die geef je hierop en vervolgens geef je je paswoord op. Het wachtwoord dus die je hebt toegevoegd aan je wifi van huis of bijvoorbeeld aan je wifi van je telefoon. Nou, vervolgens moet je nog iets doen en dat is je Google IP code overgeven. Oftewel, je moet een speciale code hebben waarmee je eigenlijk de ESP toestemming kan vragen aan Google om gegevens op te kunnen halen. Nou, hoe kun je die verwachten? Als je gaat naar controls.develop.google.com, linkje staat natuurlijk ook in de beschrijving, dan kom je uiteindelijk op dit soort pagina uit. Nou, ik heb er alleen toegevoegd, dus mij zie je hier staan. Maar waarschijnlijk staat er bij jullie bovenaan maak project aan. Als je op gaat klikken, nou, ik ga even voor een nieuw project aanmaken, gaan we als eerste een naam geven. Nou, geef hem aan, mijn project. Nou, we gaan even zeggen TM Live Counter, C natuurlijk, counter. Nou, daar heb je, kom op, counter. En vervolgens kun je nog een organisatie aangeven, het land in dit geval. En vervolgens klikken we onderaan op maken. En uiteindelijk zal hij dan voor jou een code gaan aanmaken. Althans, we zijn er bijna. Nou, op dit moment heeft hij hem aangemaakt, kun je ook zien. We klikken er vervolgens op en dan kunnen we hem gaan aanpassen, oftewel gaan aanmaken. En je wacht tot hij alles gaat inladen. Nou, als je erop hebt geklikt, kom je als goed op deze pagina uit. Nou, daar doen we eigenlijk niet veel mee. Dus we gaan hier naar de navigatiemenu. We klikken bovenaan API Services en gaan naar Dashboard toe. Nou, vervolgens gaat die pagina openen en dat is deze pagina. En die kunnen we eigenlijk aangeven welke service we willen gaan toevoegen. Nou, we willen natuurlijk YouTube opvragen, dus we gaan naar Service inschakelen. Dan gaan we hier kiezen voor YouTube. Het is een programma die een beetje slom reageert af en toe, dus vandaar. En vervolgens gaan we voor deze kiezen, de volgende. We klikken erop. En vervolgens krijgen we wat gegevens, die zeggen we inschakelen. Nou, even wachten, dan gaat hij er even bij inschakelen. Kijk,
Nou, dat is goed. Dan kunnen we hier eigenlijk weer verder gaan. Dan gaan we weer even terug naar het overzicht. Dus we gaan naar overzicht toe. En als het goed is, zien we hierbij staan. Ja, hieronder staat hij bij. Nou, wat we dan kunnen gaan doen, is onze code opvragen die we willen gaan gebruiken. Die kunnen we hier vinden bij inloggegevens. En vervolgens zegt hij van, ja, wil je een inloggegevens gaan maken? Ja, tuurlijk willen we dat. Dus we kunnen dat maken. En dan vraagt hij, wat wil je? Wil je een sleutel hebben? Wil je een authorization key hebben? Of wil je een serversleutel hebben? Nou, ik wil gewoon een normaal sleutel hebben. Klik op de bovenste. En vervolgens geeft hij al een sleutel aan. Deze sleutel, hou die voor jezelf. Dit is een privé sleutel. En ik kan je alleen even vertellen, nadat ik deze video heb opgenomen, heb ik deze sleutel gelijk weer verwijderd. Dus deze code werkt ook niet. Maar in dit geval, voor nu kunnen we hem wel gaan gebruiken. We gaan hem kopiëren. En vervolgens gaan we naar onze code toe. En die gaan we hier bijzetten. Dit is onze speciale code. En die is uniek voor mijn project. En nogmaals, hou deze code privé. En daarom heb je deze ook gelijk weer aangepast naar deze video. Als we dat hebben, kunnen we naar de volgende gaan. En dat is je channel ID. Oftewel, wat is de naam van jouw kanaal? Hoe kunnen we doen? Als je gaat naar je eigen kanaal, ga naar youtube.com/account_advanced. En vervolgens zie je onderaan wat gegevens staan. Nou, jullie merken, ik heb wat gegevens voor mezelf gehouden. Maar hier zie je ook bij staan je YouTube code. En dat is de code die je nodig hebt. Dus die ga je kopiëren. Je kanaalcode. En vervolgens ga je die hierbij inzetten. Nou, wat we dan kunnen gaan doen, is hier onderaan toegegaan. En dan kunnen we wat dingen gaan aanpassen eventueel. Ik heb hier staan dat ik iedere 3000 milliseconden de code wil opnieuw laten verversen. Dus iedere 3000 milliseconden gaat hij een aanvraag doen bij YouTube om mijn code op te vragen. Nou, je kunt hem ook laag zetten, je kunt hem ook hoog zetten. Net wat je zelf wil natuurlijk. Nou, onderaan geven wat gegevens op. Dan gaan we hier onderaan de wifi aanvragen. En dan geven we de eerste melding en dat is gewoon mooi. Standaard tekst gewoon, die je gaat openen en dan weet je dat het werkt. Vervolgens gaat hij connectie maken met jouw wifi of met je mobiele hotspot. Als je dat hebt gedaan, krijg je wat gegevens te zien. Die blijven allemaal achterwege, heb je geen last van. Die kun je wel bekijken, maar laten we even achterwege. En hier onderaan gaat hij wat gegevens opvragen. Hij gaat opvragen de subscribers van jouw kanaal, de views en de video counts. Dus hoeveel video's heb je, hoeveel abonnees heb je en hoeveel views in het algeheel. Nou, vervolgens gaat hij even het display helemaal leegmaken. En dan gaat hij in mijn geval opvragen, wat zijn mijn YouTube gebruikers, hoeveel abonnees heb ik? En die gaat hij neergeven, daar maakt hij een string van. Als hij die heeft gemaakt, dan zal hij verder gaan met de code en uiteindelijk hier onderaan zal hij hem gaan weergeven. Dit is misschien een beetje ingewikkeld, het is ook een hele grote code en ik zou zeker zeggen, als je dit niet echt helemaal snapt wat hier staat, geen enkel probleem. Klik dan even in de videobeschrijving, want zoals ik al zei, heb ik hier een video al eerder over gemaakt hoe je een display kan gaan aansturen. Dus ik ga even snel deze code heen, maar wil je de uitgebreide video zien, kijk dan even in de videobeschrijving. Nou, vervolgens kunnen we alles gaan uploaden. En als het goed is, komt er dan uiteindelijk dit uit te zien. Ja, zoals je ziet, dit is hem. En ik heb hier even een papiertje achter gedaan met er gewoon even een tekst op. Dit kun je natuurlijk gewoon wijzigen. Want doordat ik dat plastic hier achter heb gedaan, kan ik eigenlijk de tekst eruit blijven houden. En blijft dit segment altijd op dezelfde plek zitten. Nou, we gaan hem even aanzetten. Heel simpel. Ik heb hier eventjes een stekker, maar je kunt gewoon een powerbank bijvoorbeeld gebruiken. We steken hem erin. En vervolgens zetten we hem aan. En dan gaan we even wachten, vervolgens zie je de tekst hoor je weergegeven worden. Vervolgens zal het in verbinding proberen te gaan zoeken met wifi of met een ander netwerk. Maar in dit geval heb ik gewoon een hotspot aangemaakt op mijn telefoon en daar heb ik dus hier ook in opgegeven. En uiteindelijk zie je het al staan, vervolgens gaat hij de cijfers ophalen, in dit geval bij YouTube. En hier komen ze al te staan. En in dit geval zijn dit de subaantallen van nu, van Tilburgse mannen. En als ik nu op mijn telefoon eventjes naar Tilburgse mannen zelf toe ga. En zoals je ziet hebben we nu met 9032 abonnees. Oftewel is één sub afgegaan. Daar ben ik in dit geval zelf. Dus als ik mezelf weer ga abonneren, zul je zo meteen als het goed is ook zien dat hij gaat refreshen. En dat er de 35 komt te staan. En als het goed is gaat hij ook even oplichten. Want we met de ledstrip wat erin zit. En even kijken, het duurt dus een aantal seconden voordat het gaat verversen. Komt hij aan. Ja, het was misschien even niet duidelijk te zien, want het is hier hartstikke licht op dit moment. Maar je zag heel even het licht opgaan. En op dit moment zaten er ook 9235 abonnees. De aantal abonnees die we op dit moment hebben. Ja, zoals je zag, er kwam maar één abonnee bij. Dat ben ik natuurlijk in dit geval zelf. Maar wat je misschien niet kon zien, is dat ik eventjes hier achter een lamp op gaat lichten. Een ledstrip. En die geeft dus op dit moment aan dat we dus een super bij hebben gehaald. Oftewel, super tof systeem. Althans, dat vind ik zelf. En ik ben ook even benieuwd wat jullie van vinden. Laat eens gerust die onderaan de reacties achter. Of jullie het zelf willen gaan maken, ja of nee. En als je het zelf kan maken, maak even een foto. Post even op Instagram. En ga mij erin taggen. Dan kan ik jullie zeker even terugvolgen. En de foto even liken. Oftewel,
Vond je het een toffe video? Doe dan vast wel veel mooie duimpjes omhoog. En ga ook zeker even abonneren op het kanaal Tilburgse Mannen. En misschien zie ik jouw sub dan in ieder geval bij komen. Voor nu zou ik zeggen, ik zie elkaar de volgende keer terug bij een nieuwe video op mijn kanaal. Tot de volgende keer. Heb je al geabonneerd? Ik zie nog geen abonnee bij komen. Ga eens even abonneren. Hier onderaan staat een link in de Tilburgse Mannen.